Hi, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Voor mij is het goedemorgen. Ik heb wat dingen besteld bij de Boozy Shop en ik dacht we gaan het gezellig even samen uitpakken. Dus het is een soort shoplogje. Dan kan ik weer mijn doosje vullen. Dat klinkt heel raar. Maar mijn bakje vullen met dingen die ik nog moet proberen. Altijd een lief kaartje erbij. Oh ja, en ik kreeg ook nog een cadeautje. En dat willen we altijd wel. Dit is een... Hallo? Wat ik had gekozen... is een Skin Exfoliator Mid. Dat zit dan in zo'n zakje. Dat hoeft dan voor mij weer niet. Maar goed. Dat is zo'n handschoentje. Dit is een beetje ruw stof. En dan kun je gewoon zo scrubben. En volgens mij, zo voelende, is het ook goed voor je gezicht. Nou, oké. Dan had ik een... Ik heb mijn bril weer eens niet op. Dan kan ik het niet lezen. Dan kan ik het jullie niet vertellen. Dit is de Mison Joyful Time Essence Mask. Vitamine Brightening and Radiance. Vitamin Essence Restores Skin Radiance and Intensely Nourishes It. Dit is gewoon zo'n Koreaan sheet mask. Maar ik dacht, nou, wil ik van de week wel even proberen. Dan zet ik het doosje even hiernaast. Want dan krijg je altijd van in het plastic. En dat vind ik heerlijk om dat zo te poppen. Ik heb een aantal dingetjes besteld die ik nieuw zag. Nou, nieuw. Dit is niet nieuw, maar dit is één die ik nog niet had. Dit is de 5 in a box. En dit is de Elegant Khaki Look. En die had ik nog niet. Dus ik dacht, die wil ik wel graag proberen. Dan heb ik deze gekocht van W7. Dit doet me denken aan Charlotte Tilbury. Dit is de Afterco Blush Afterglow Blush en Highlighter. Er zit een plasticje op. Nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat hij niet gebruikt is. Oh, ja, zo. En die ziet er zo uit. Met verschillende tonen roze, ja, een beetje beige en wit. Maar ik dacht, nou, dit kunnen we wel proberen. Ik doe het allemaal gelijk hier in dit... Oh, ik zal de doos misschien even hierheen halen. Dan hadden ze, ja... Ik heb hier nog nooit iets van geprobeerd. Made by Mitchell Gel Clays Cream Eyeshadow. Dat ziet er zo uit, de doos. En dit is de kleur Night Out. Dan krijg je zo'n potje. Nou, die kennen we allemaal wel. Met het logo van Made by Mitchell erop. Ik heb nog nooit iets geprobeerd van Made by Mitchell. En dan zit er een cellofaantje op. Zodat het product echt vers is. En dan is dit de kleur. Ja. Heel mooi.
ik maak gelijk even mijn hand schoon en ik gooi gelijk de verpakkingjes weg. Dan heb ik ook van W7 de Lip Drench Ultra Glaze Color Balm in de kleur Hot Sand. Oh, die moet je klikken. Oh, daar hou ik niet zo van. Want als je ze zo klikt, dan krijg je ze niet meer terug. Hier zit hij. Zie je hem? Hier. Ik ben reuze benieuwd. Het lijkt me een hele lichte kleur. Het is wel een soort beige wat ik leuk vind. Maar nou, we moeten even afwachten. Dan heb ik van Wet n Wild. Daar zit wel plastic nog omheen. Dan blijven die stukjes plastic zo aan je hand hangen. Ik ben hartstikke verkouden. En ik heb ook een beetje water. Om af en toe even mijn keel te smeren. Want en je hoort het misschien ook wel. Dit is de Wet n Wild Rose Comforting Lip Color. In de kleur Soft en Juicy. Dit zijn ook van die opklikdingen. Oh, dat is. Hele mooie kleur. Maar het komt er heel chunky vanaf. Kijk, ze laten gelukkig dan wel genoeg ruimte tussen de bovenkant van de lipstift en de bovenkant van de verpakking, zeg maar. Omdat je anders. Kijk, als je te ver uitdraait, je kan het niet meer terugdraaien. Nou. Dan heb ik ook van W7 de Sweet Nectar lippenstift. In de kleur Alright Treacle. Treacle staat er. En daar zit ook een. Waarom er op die andere dan niet wat stond, vraag ik me af. Het is heel cute met zo'n hartje erin. Het hartje geeft echt een lichtere kleur, zie je dat? Maar dit is een hele mooie kleur. Je kan hem alleen niet helemaal indraaien. Dat is dan weer apart. Ja. Dan heb ik nog van Wet n Wild de Cloud Pout Marshmallow Lip Mousse. In de kleur. Hallo? Nou, er zullen er wel meerdere kleuren van geweest zijn. Ja, Made in China Marshmallow Lip Mousse. Fluffernutter. In de kleur Fluffernutter, denk ik dat het is. Dat is het enige wat ik op kan ontdekken wat dan nog een kleurnaam zou kunnen zijn. De verpakking ziet er zo uit. Op zich prima. De doofvoet heeft zo'n. De applicator zeggen wij, hè. Die heeft zo'n een kuiltje voor het aanbrengen, denk ik. Oh, hier ben ik heel benieuwd naar.
een beetje weerstand als je hem erin doet. Het is die lichte kleur. Het voelt heel velvet. En hier ben ik heel benieuwd naar. En als laatste bij de Bougie Shop heb ik de Catrice Limited Edition Secret Garden met lipstick in de kleur C01 Hidden Kiss. Dit is funest voor mijn nagels. Want daar ben ik al zo gelukkig mee. Oh, dat kan je zo loshalen. Het is een kartonnen verpakking. Ik vind dat niet zo erg. Dat deden ze met de Clean ID ook. Maar het is wel heel leuk. Dat is niet een handige vinger. Met zo'n bloemenverpakking erop. Ik hou ervan. En dan is dit de kleur. Wauw. Deze. Hij is wel wat rozer dan ik me had voorgesteld. Toen ik hem op de swatches op internet zag. Maar we gaan het proberen. Dat was de shoplog van Bougie Shop. Nu zit ik te denken. Zal ik dan nu gelijk. We doen één grote shoplog. Ah, wel ja. Ik heb ook Revolution. Wat ik dan weer raar vind, is dat ik trouwens op Zalando dingen van Revolution zag die Revolution zelf niet heeft, zeg maar. Nou, dat vond ik bijzonder. Er zit een karton in. Ik heb gekocht de Revolution IRL. Oh, dat wist ik helemaal niet dat het IRL was. Oké. IRL Soft Focus Powder Puff. En dit is er één. En ik heb hem van Essence en ik heb hem van Elf. Oh, deze is heel zacht. Deze is met... Oh, verpakking. Deze is met zo'n punt. En dan moet ik heel even... Die van Elf. Hallo, waar ben je? Wacht even hoor. Die van Elf is zo. Die is gebruikt. Hè? Dus die, dit is ook de grote. En die van Essence. Die is gewassen. Maar die is zo. Dus die lijkt wat meer op dat pufje van Elf. En... Ja, ik ben benieuwd. Deze is wel heel... Ja, heel zacht. Deze is niet van hetzelfde spul. Deze lijkt een beetje velvet. Ik ben reuze benieuwd. Ik doe hem gelijk in mijn everyday bakje. Zodat ik hem kan gaan proberen. Daar heb ik ook een backup van gekocht. Want dat vind ik altijd fijn. Dan heb ik gekocht de Cream Wand Trio met een cream contour, blush en highlighter. En dan heb ik blush peach, contour light en highlighter a glow. Dat is deze. Ja, dat zijn de welbekende dupes, hè. Maar ik wilde het graag een keer proberen. En ik heb daar gekocht de Revolution Pro Miracle Oil Supercharged Skincare Skin Oil. En wat zeggen ze nog meer? Transform your complexion in just 4 weeks for a natural radiant glow. This nourishing face oil helps combat fine lines and wrinkles. And improve skin texture for firmer, plumper and more radiant skin. Supercharge your base for a flawless makeup application. Oh, dan krijgen we ook tegenwoordig allemaal van die percentages op de zijkant. Nou, die zeggen me dan niet zoveel. Het is een mooie verpakking. En
En dan ziet het er zo uit. Het lijkt gewoon op de... Sorry hoor jongens, maar ik ruim het gelijk even op, want anders ken ik mezelf. En dan ligt het hier volgende week nog. Hij lijkt op de serum. Hij is iets gewoon, nou ja, hij is precies even groot als een serum. Dus die ga ik lekker proberen. Ik hou van een gezichtsoil. En ik vind die Miracle Line van hun heel fijn. Ik heb daar ook de crème van, de Miracle Cream. En de oogcreme. Ik vind dat een hele fijne lijn. Ik heb ook de balm. De Miracle Balm. Die kan je voor alles gebruiken. Als je een beetje last hebt of droge lippen hebt of wat dan ook. Ik vind de Miracle Line heel fijn. Ja, nu ga ik mijn hand schoonmaken. Dat was de shoplog. Ik heb nog wat dingetjes vanochtend besteld. En die komen nog. En dat is dan zeg maar... dat komt allemaal wel in de film terecht. Ik heb de nieuwe concealer van Huda besteld. En dan gaan we kijken hoe goed dat is. En ik heb nog een aantal producten van Huda besteld. Die oud zijn hoor. Maar die ik nog nooit eerder geprobeerd heb. Ik heb roze blush op vandaag, jongens. Ik weet niet wat ik ervan vind. Sorry. Ja. Dat was hem. Laat een duimpje achter. En abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik leuk vinden, want dan kunnen we een beetje groeien. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken. Doei. Muah.